3. Vrij toestemmen in een tussenkomst na voorafgaande informatie. Ah, weer een drukke dag bij de tandarts. Ze is geconcentreerd aan het werk, zoals altijd. Maar wacht eens even. Is de patiënt vooraf wel voldoende geïnformeerd over de ingreep? Echt? Toch eens even kijken. Bij Aziz ontbreekt een kies, een premolaar. Maar dat vindt hij niet erg, je ziet het amper. Toch waarschuwt de tandarts voor een onevenwicht dat het hele gebit beïnvloedt. Ze zet meteen enkele opties op een rijtje. Gewoon niets doen, maar dan krijgt Aziz later problemen. Of een kleefbrug, zeker mogelijk. Of een implantaat met kroon, echt aan te raden. Ja, Aziz wil problemen voorkomen, maar wat moet hij kiezen? Gelukkig legt de tandarts eerst duidelijk uit waarmee hij allemaal rekening moet houden. De levensduur van de behandeling, de complexiteit van de ingreep, de mogelijke risico's, het verschil in kostprijs. En Aziz heeft ook wel een paar vragen. Hoe zwaar zal de verdoving zijn? Wordt de ingreep terugbetaald? De tandarts overloopt rustig alle voor- en nadelen en dat stelt hem gerust. In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt. Oké, nu weet Aziz genoeg. Alleen als je het totale plaatje kent, kan je een goede beslissing nemen. We zijn een week later. Aziz zit terug bij de tandarts om een implantaat voor te bereiden. Een patiënt mag natuurlijk ook nee zeggen en de voorgestelde ingreep weigeren. In dat geval moet de beroepsbeoefenaar duidelijk vertellen wat de mogelijke gevolgen van die weigering zijn. 3. Vrij toestemmen in een tussenkomst na voorafgaande informatie. Lees alles over dit recht op patientrights.be.